De regels voor het gebruik van natuurgebieden zijn flink aangescherpt. De basisregel is vanaf nu, volgens Natuurmonumenten, dat in één natuurgebied alleen is toegestaan wat op de gele borden bij de ingang van een terrein staat vermeld. Elke activiteit die er niet op staat vermeld, is verboden. Ja, in het algemeen kan je zeggen, als ik de natuur in wil, ga ik dan met een groep groter dan 20 mensen? Is die activiteit die ik ga ondernemen commercieel, dus betaal ik ervoor? Of heeft de activiteit impact op de natuur? En als bij een van die drie vragen het antwoord ja is, dan moet je er toestemming voor vragen. Die toestemming, dat is een nieuwe regel. Dus bedenk wat je gaat doen in de natuur. En moet ik daar dus toestemming voor vragen? Dit geldt niet voor bijvoorbeeld wandelen of fietsen op de daarvoor bestemde paden. Dat blijft gewoon vrij. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat gebruik maken van de natuur kan misschien wel gratis overkomen. Maar dat wil niet zeggen dat het geen impact heeft. Zo moeten organisatoren van evenementen, van activiteiten of sportactiviteiten toestemming vragen. Mag een volwassen bezoeker maximaal 3 honden bij zich hebben? En is asverstrooiing niet meer mogelijk in al onze gebieden? Dat was al zo in enkele gebieden. En waar het toegestaan was, dat was dan onder voorwaarden. Maar dat is nu, daar is één lijn in getrokken. Volgens Natuurmonumenten is het aanscherpen van de regels wel nodig. Iedereen is welkom om te genieten in de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Maar het gaat gewoon niet goed met de natuur in Nederland. De natuur staat onder druk en we moeten de natuur daardoor beter beschermen. Je weet, in tijden van corona was het heel druk in de natuurgebieden. We kregen toen een voorproefje van hoe druk het zou kunnen zijn. En omdat meer mensen hun activiteiten willen organiseren in de natuur, moeten wij als Natuurmonumenten ook over nadenken, kan dat allemaal en kan dat allemaal overal? En het antwoord daarop is nee. Want zoveel activiteiten hebben gewoon te veel impact op de natuur.